Er is intussen veel te doen over een stunt van de radiomakers Ornelis en Rogiers op Q Music. Die hebben eens uitgeprobeerd hoeveel pinten zij kunnen drinken voor ze bij een alcoholtest positief blazen. Sven Ornelis was na 5 pintjes nog altijd niet positief, terwijl hij toch duidelijk voelde dat hij beter niet meer achter het stuur kon kruipen. Als je 0,5 promille alcohol in je bloed hebt, blaas je positief bij een alcoholtest. Maar hoeveel pintjes zijn dat nu eigenlijk? Sven en Kurt deden de test. En na 5 stevige pinten testte Sven nog altijd. Safe. Ook een S. 5 pintjes, dat geloof ik ook niet. Ik ben zeker dat je dan toch niet meer geconcentreerd aan het rijden bent. Dus we kunnen het maar beter afraden aan iedereen, absoluut. En toch is er op zich niks mis met de alcoholtest, zeggen toxicologen. Sommige mensen kunnen gewoon meer drinken voor ze aan 0,5 promille alcohol in hun bloed komen. Je kan corpulent zijn, je kan anderzijds heel gespierd zijn en sportief. En alcohol is een stof die graag naar waterrijke organen, zoals de spieren, eigenlijk wegcijpelt. En hoe meer je kan laten verdunnen, hoe lager die bloedalcoholconcentratie zal zijn. Dat is S van safe, dat is norm, mevrouw. Maar dat wil niet zeggen dat die mensen dan ook veilig met de auto kunnen rijden. Sommige mensen zullen al symptomen van dronkenschap uiten wanneer ze zelf onder de 0,5 gram alcohol per liter bloed zitten. En dan is het toch maar aan te raden dat als je van jezelf voelt dat je niet zo goed tegen alcohol kan, dat je zeker en vast Bob speelt. Om te vermijden dat mensen dronken achter het stuur kruipen, kan je dus best de nultolerantie invoeren, zegt toxicoloog Titgat. Niks van, zegt staatssecretaris voor mobiliteit Schoepen. De blaastest is nauwkeurig genoeg. Wat er eigenlijk gemeten wordt, is de uitgeademde alcohol, de hoeveelheid alcohol per liter uitgeademde lucht. En dat geeft wel tamelijk vrij correct weer hoe het lichaam gereageerd heeft. En die aanwijzing is toch wel over het algemeen vrij behoorlijk. De nultolerantie invoeren zou trouwens geen enkele minister of staatssecretaris populair maken.